Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Een online boekpresentatie, ongebruikelijk, maar in deze tijd wel noodzakelijk. Maar ook als grote voordeel dat er veel mensen tegelijkertijd bij aanwezig kunnen zijn. Welkom, alle kijkers. We hebben slechts een uur, maar we willen de kijkers een goed beeld geven van het klimaat, de klimaatdiscussie in Nederland op dit moment. En daarom hebben we drie gasten uitgenodigd. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. En Jaap Tielbeke, journalist Groene Amsterdammer en schrijver van het boek Een Beter Milieu Begint Niet Bij Jezelf. Maar voor we de gasten het woord geven, gaan we natuurlijk eerst in op het boek Zo redden we de wereld. En dat doen wij in 30 acties om klimaatverandering te stoppen. Het is een boek wat gisteren is verschenen bij de uitgeverij Uniboek Het Spectrum. En dus echt vers van de pers. Joop Hazenberg, zoals gezegd, heeft meerdere boeken op zijn naam. 6 stuks in zijn totaliteit. Maar dit is dus de 4e keer dat hij bij Pakhuis de Zwijger op bezoek is. Kind aan huis. En de schrijver is een insider in het klimaat- en energiebeleid. Hij werkt al jaren op het thema. Vooral in Brussel, waar hij woont en zich nu volop bezighoudt met de European Green Deal. Eerder werkte hij voor klimaat-NGO's en was ook aanwezig bij de cruciale klimaattop van Parijs in 2015. Als kijkers vragen hebben, dan kunnen ze die via online Zoom stellen. We komen hier aan het einde van de uitzending nog even op terug. En zullen dit ook voorleggen aan onze drie tafelgenoten. Maar allereerst het woord aan Joop Hazenberg. Joop. Dankjewel. Ja. Dames en heren, bedankt voor jullie online aanwezigheid bij de presentatie van mijn nieuwe boek. Maar laat ik beginnen met een vraag. Waarom heb ik Zo redden we de wereld geschreven? Omdat dit klimaat het meest urgente onderwerp is van dit moment. En omdat ik wil laten zien dat we de klimaatcrisis ook kunnen oplossen. Laten we eerst inzoomen op de crisis. Het gaat momenteel helemaal de verkeerde kant op. En de afgelopen 30 jaar hebben we meer broeikasgassen uitgestoten dan in de 200 jaar daarvoor. En daardoor stijgen de temperatuur en de zeespiegel op dit moment steeds sneller. En als we de komende 10 jaar niet ingrijpen, dan belanden we eigenlijk op een soort doodlopend pad voor de mensheid. En dat klinkt dramatisch, maar dat is het ook. En klimaatverandering is niet langer te ontkennen feit. We zijn echt voorbij dat nutteloze debat of de opwarming van de aarde nu wel of niet door de mens wordt veroorzaakt. En mogen onze ogen ook niet sluiten voor de wereld die in brand staat. Maar aan de andere kant is de redding nabij door spannende technologische ontwikkelingen en veranderend gedrag van burgers. Vrijwel alle oplossingen zijn inmiddels binnen handbereik. En ze zijn betaalbaar. En dat was 5 jaar geleden nog niet het geval, ten tijde van het klimaatverdrag van Parijs. En inmiddels is duurzame energie goedkoper dan die van fossiele brandstoffen. En Airbus komt over 10 jaar met vliegtuigen die op waterstof vliegen. Deze week in het nieuws, McDonald's gaat de plant burger verkopen. En ook in de media, 1 op de 5 nieuwe auto's in Europa, dus niet in Nederland, maar ook in Europa, zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk elektrisch. Maar de vraag is of die schone technologie op tijd komt. Klimaatverandering van de aarde is namelijk geen verre toekomst, maar de realiteit van het hier en nu. En wat we vandaag in Nederland meemaken met die ijskoude golf is juist eigenlijk een oorzaak van klimaatverandering. Dat komt namelijk door verzwakking van de straalstroom en wat andere rare feiten die zich op de Polen plaatsen, gebeuren op dit moment. Waardoor ijskoude lucht van de Polen en vanuit Rusland hier in onze contraille komt. En
Dat komt doordat het namelijk echt veel warmer is dan daar. En dat kunnen we ook op deze verontrustende visualisatie zien van de afgelopen 140 jaar. Waar je duidelijk ziet hoe snel het opwarmt. En met name dat het echt op de polen veel harder gaat dan in de rest van de wereld. Nou, de temperatuur op aarde is inmiddels al met meer dan 1 graad gestegen. En daar merken we de dramatische gevolgen van. Het is een ramp die zich in slow motion voltrekt. En de 8 heetste jaren van de mensheid waren in het afgelopen decennium, zoals we op deze grafiek kunnen zien. En de heetste jaren op aarde waren 2016 en 2020 tezamen. Nou, een paar voorbeelden om dit concreet te maken. In 2018 werd het in Noord-Finland, dat is dus de Poolcirkel, meer dan 30 graden. En zoals je hier op de foto ziet, zijn het rendieren en vinnen die gezamenlijk verkoeling zoeken in het water. Een jaar later hadden we in Nederland een temperatuur van meer dan 40 graden, een absoluut hitterecord. In een zomer die extreem droog was, en ook de zomer erop, de zomers erop waren extreem droog. Nou, in Australië, en dit is net voor de coronacrisis uitbrak, dus misschien weet u dat nog wel, waren er allesverwoestende en allesverzengende bosbranden van een apocalyptische schaal met een paar miljard dode dieren tot gevolg. En de beelden van verkoolde koala's en in zee vliegende toeristen, als mede brandweerlieden die in een zee van verwoesting stonden, dat zijn eigenlijk de beelden die echt op ons netvlies gebrand staan. Rond diezelfde tijd gaan we naar Oost-Afrika. Een gedeelte van het continent werd daar geteisterd door enorme droogte, maar ook een plaag van sprinkhanen van bijbelse proporties. Met een duidelijke link, allebei naar klimaatverandering. Miljarden sprinkhanen hebben daar in een mum van tijd hele grote landbouwgebieden verwoest. En de laatste keer dat er zo'n plaag was 25 jaar geleden, maar experts verwachten dat dat vaker gaat gebeuren door klimaatverandering. Nou, en dit is pas het begin. Als we niet opletten en ingrijpen, dan krijgen we dezelfde situatie als die van de coronacrisis. Dus we grijpen in, maar iedere keer is het te laat, waardoor we achter de feiten aanlopen en eigenlijk alleen maar aan damage control doen. Maar alle relevante grafieken en statistieken staan op dit moment echt diep, diep, diep in het rood. Zoals die van de hoeveelheid CO2... in de afgelopen 800.000 jaar. Nou, die blauwe pijl die heb ik hier aan toegevoegd. Want die oranje stippellijn die zo ver omhoog schiet van bijna 300 ppm naar meer dan 400 ppm, dat zijn wij. Dat is wat de mensheid heeft veroorzaakt. Dit kan niet goed gaan. Maar dit is vandaag. En wat brengt de toekomst? In de wereld die 2 graden is opgewarmd, gaat het extreme weer flink toenemen. En dat gaat de komende decennia al plaatsvinden. Sommige regio's en delen van de wereld warmen zo sterk op dat hele ecosystemen eraan kunnen gaan. En overal ter wereld zullen koraalriffen afsterven, wat dramatisch is omdat een kwart van het zeeleven in de oceaan zich in koraalriffengebieden ophoudt. Honderden miljoenen mensen zullen de komende decennia ook jaarlijks hittegolven krijgen met soms temperaturen van meer dan 60 graden, waardoor je gewoon eigenlijk niet meer naar buiten kunt. En water- en voedselvoorzieningen komen enorm onder druk te staan en ga zo maar door. En dat is de wereld van 2 graden. En vandaar dat er in Parijs, het werd al gezegd, in de klimaattop van 2015, die heel belangrijk was, werd afgesproken om die opwarming tot 2 graden te beperken. Maar we hebben eigenlijk sindsdien niet de weg naar beneden ingezet. We zijn alleen maar meer gaan uitstoten. Met het huidige tempo van uitstoot en broeikasgassen gaan we naar een wereld van 3, misschien zelfs 4 graden opwarming aan het einde van de eeuw. En dan komen we volgens de klimaatexperts op onbekend terrein. De aarde is namelijk in de afgelopen 3 miljoen jaar niet zo warm geweest. In die tijd stonden er bomen op de Zuidpool en was de zeespiegel ongeveer 25 meter hoger. En als ze met meer dan 2 graden opwarmen, dan zal het zelfregulerende systeem van de aarde, van het klimaat, op hol slaan. Het is echt iets, de biosfeer en het klimaat houden elkaar in balans. En als het ijs op aarde smelt, dan wordt er eigenlijk minder zonnestralen terug het heelal ingereflecteerd.
En we gaan dan misschien naar een aarde van 5, 6, 8 graden opwarming. En dan is het einde verhaal. Zo is het. Maar het goede nieuws is, we kunnen er nu iets aan doen. Het hoeft allemaal niet zo ver te komen. Maar wel is er dan collectieve actie nodig die verder gaat dan hier en daar een windmolen plaatsen of apart plastic inzamelen. En de acties die we kunnen nemen zijn soms groot, soms klein. Maar gezamenlijk zullen ze ons leven en ons bestaan uiteindelijk beter maken. Zoals we op de grafiek zien, moet die uitstoot de komende 30 jaar eigenlijk pijlsnel naar beneden. Zowel voor 1,5 graad als 2 graden opwarming. Dus die 1,5 graad, dat is de stelste weg naar beneden. Moeten we echt keihard werken. En het gaat om een visie te hebben van een Nederland dat klimaatneutraal is in 2050. Dus een beetje tussen die twee hele steile grafieken in. En dat is technisch en politiek haalbaar. Met name door de revoluties die zich op dit moment voltrekt op het gebied van duurzame energie. Ik zei al dat de kosten van elektriciteit van zonne-wind zijn zo sterk afgenomen dat die nu concurreren of zelfs goedkoper zijn dan die van fossiele brandstoffen. En in de toekomst wordt die energie eigenlijk bijna gratis. Dus we kunnen naar een wereld waar energie eigenlijk in overvloed is. Dat is het denkend perspectief. Als je naar deze grafiek kijkt, dan zie je dat 3/4 van de broeikasgassen op dit moment komt door het gebruik van olie, kolen en gas. En het diagram maakt dus dit duidelijk, want energievretende toepassingen als industrie, vervoer, het verwarmen van gebouwen en het maken van elektriciteit resulteren jaarlijks in tientallen gigatonnen uitstoot van CO2 en methaan. Het andere kwart, en dat weten veel mensen niet, komt van de landbouw en de bosbouw. Met name de veeteelt is heel slecht voor het milieu en klimaat. 14-16% van de broeikasgassen die de wereld uitstoot, of de mensen door menselijke activiteit, komt direct van de veeteelt. Nou, ik leg het allemaal uit in het boek, maar ik ga natuurlijk ook in op de manier waarop we de energieproductie kunnen verduurzamen, hoe we zware vervuilers als de lucht- en scheepvaart en de staal- en cementindustrie kunnen opschonen. Maar het zwaartepunt in Zo redden we de wereld ligt bij acties. Het zijn 10 acties voor consumenten, 10 voor bedrijven en 10 voor de overheid. Iedereen heeft een rol te spelen, ook jij en ik. Nou, wat betreft die consumentenacties is het centrale idee dat we op een andere manier gaan wonen, reizen, consumeren en eten. Maar ook om het tonen van burgerschap en het investeren in de toekomst. Ik heb ze opgedeeld in 10 zinvolle klimaatacties en ik leg ze stuk voor stuk uit in mijn boek. Opgeflirt met deze mooie afbeeldingen. En sommige hebben meer impact dan andere. Dat zit ook met van die weetjes aangegeven. Dat kun je allemaal in het boek teruglezen. Maar ik stip ze nu vast heel kort aan. Stap over naar duurzame energie. Want die is nu net zo goedkoop als vieze stroom. Verbouw je huis. Want tot wel 40% van de energievraag komt van gebouwen en de gebouwde omgeving. Onder meer voor het gebruik van verwarming. Voor het gebruik en voor verwarming. En een energie-neutraal huis heeft de toekomst. Koop minder spullen, want je hebt ze eigenlijk niet nodig. Bovendien komt de deeleconomie op en worden veel producten en diensten digitaal. En als je je krant op de iPad leest in plaats van op papier, scheelt dat honderden kilo's papier per jaar. Koop minder kleren, want de kledingindustrie stoot meer broeikasgassen uit dan de lucht en de scheepvaart bij elkaar. Fast fashion is fout en oud. Repareer kleren indien nodig. Recycle alle textiel door ze in de daarvoor bestemde textielcontainer te doen. En ook je oude theedoeken en gimpen moeten daarin. Dat wist ik trouwens niet toen ik aan het schrijven was. Doe de auto de deur uit. Want dat ding staat toch 95% van de tijd stil. En als je echt een auto nodig hebt, kies dan voor een elektrische auto. Want die is redelijk betaalbaar. Zeker dit jaar komen er heel veel betaalbare modellen op de markt die makkelijk 300 kilometer aan bereik hebben. Op 1 enkele laadbeurt. Dan een hele belangrijke. Vermijd
vlees en ook zuivel. Met name rood vlees van rund en schaap is killing voor het milieu. En als je dan toch vlees wil eten, ga dan voor kip of voor varken. Maar eigenlijk is het beter om voor vegetarische alternatieven te gaan. Want die zijn steeds beter van smaak. En sommige smaken echt als vlees. Kaas heeft trouwens een hele grote carbon footprint. Zeker jonge en verse kaas. Dus let er maar op. En oh ja, appels uit Nieuw-Zeeland zijn prima te eten. Die zijn minder slecht voor het milieu dan kersttomaatjes uit de met op aardgas gestookte Hollandse kassen. Zeker in de winter. Hanteer een vliegbudget. Een retourtje in New York, staat gelijk aan een jaar autorijden of 50 jaar je smartphone gebruiken. Een tripje naar Bali compenseren? Eet dan de komende 5 jaar geen vlees. Matig de vlieglust dus en compenseer je vluchten zoveel mogelijk. En tenslotte, investeer in de toekomst. Ik laat dit echt aan de lezer. Maar beleggen in groene bedrijven, het krijgen van minder kinderen en het gesprek aangaan met vrienden en familie over de klimaatcrisis hebben allemaal een impact die we niet moeten onderschatten. En de eerste volgende mogelijkheid om dit burgerschap te tonen is natuurlijk bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Nou, ik hoop dat deze subtiele beschrijving van de klimaatacties jullie prikkelt. En ik leg ze stuk voor stuk uit in het boek. En ik geef meer concrete tips. Maar het boek moet mensen ook doordringen van de ernst van de zaak. Dat we nu echt moeten handelen. En dat de door de mens veroorzaakte opwarming en het klimaat het bestaan op aarde echt nu in gevaar gaan brengen. Dat is echt de grote opdracht van dit moment. Maar welk pad we ook in de toekomst kiezen, daar hebben we allemaal uiteindelijk invloed op. Dat is echt een taak voor iedereen. En ik wil afsluiten met de opening van mijn boek. Met het volgende citaat van Cristiana Figueres, die de VN-klimaatonderhandelingen leidde in Parijs in 2005. In the face of climate change, we all have to be optimistic. And that's not because success is guaranteed, but because failure is unthinkable. Dank u wel. Het echte handelen is de volgende spreker die we uitgenodigd hebben aan onze tafel. Marjan Minnesma, niet onbekend. Via de in 2007 door haar opgerichte stichting Urgenda werd ze in Nederland bekend door haar initiatieven voor een versnelde transitie naar een energie-neutrale samenleving. Buiten Nederland kreeg ze enig bekendheid door haar succesvolle proces in 2015 tegen de Nederlandse staat, waarin een actiever klimaat- en energiebeleid werd geëist. Minnesma is verschillende malen gekozen tot de nummer 1 van de Duurzaam 100, een lijst met de invloedrijkste duurzame Nederlanders die Dagblad Trouw sinds 2009 publiceert. Marjan, als ik zo kijk naar het boek van Joop, hij komt natuurlijk meer vanuit de beschouwende en journalistieke hoek. Jullie hebben ook eerder al een publicatie gemaakt in eenzelfde richting. Kan ik jou om een reactie vragen? Wat ongeveer overeenkomsten of vergelijkingen zijn, of wellicht ook verschillen in de publicaties? Ja, het klopt. Wij hebben al sinds 2012 3 keer een boekje uitgegeven. 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt. Mm-hmm. Met ook wat je moet doen concreet in de gebouwde omgeving, mobiliteit. Nou ja, eigenlijk alle sectoren. Yeah. Ik denk dat wij wat minder nadruk hebben gelegd op spullen. Wat wel helemaal waar is natuurlijk. En ik ben zelf een goed voorbeeld van doe 30 jaar met je kleren. Mijn kinderen vinden dat vreselijk, overigens. Dus bij pubers moet je er niet mee aankomen. Maar ja, we moeten gewoon langer met dingen doen. Dat helpt altijd. Ja. En wij proberen ook, los van dat we het hebben opgeschreven, het te doen. Dus we hebben ook de eerste collectieve inkoopactie gedaan van zonnepanelen. 50.000 tegelijk. En toen ging de prijs in Nederland een derde omlaag. En de eerste elektrische auto's naar Nederland gehaald, al in 2008 uit Noorwegen. Dat waren toen de eerste auto's die in serie werden gemaakt. Verkocht aan Zaanstad in Amsterdam. En die dachten toen, oh jee, nu laadpalen. En toen kwam die markt op gang. En we zijn ook al vanaf 2012 bezig met het energie-neutraal maken van huizen. Ja. En we laten eigenlijk zien dat dat veel goedkoper kan dan wat je op de markt hoort.
Zeker. En jullie zijn ook heel goed in het bottom-up stimuleren eigenlijk. Dus het creëren van eigenaarschap bij met name burgers, heb ik het idee. Hoe zit het met de driesplitsing die we in Joop's boek tegenkomen, namelijk burgers, politiek en economie? Hoe pakken jullie dat aan in het creëren van een gemeenschappelijke uitdaging en een gemeenschappelijk probleem? Nou, ik ben het helemaal met Joop eens. Het is heel erg en-en-en. Dus mm-hmm. Je hoort van ons misschien veel meer van de beweging van onderop. We zijn met duizenden mensen gaan lopen naar Parijs voordat die onderhandelingen begonnen. Maar ik zit ook aan de tafel bij de directie van Tata Steel en bij de chemie om te kijken van hoe kunnen we het veranderen. Mm-hmm. En niet alles is even publiek, want soms helpt het meer om achter de schermen zetjes te geven dan om er meteen een groot verhaal van te maken. Yeah. Maar eigenlijk zitten we ook op alle sporen en dat is volgens mij ontzettend nodig. Yeah. Met de verkiezingen voor de deur zou ik zeggen, maak dit tot je belangrijkste onderwerp en baseer daar dan je keuzes op. Ja, want dat doen de meeste mensen dan toch weer niet. Nog niet, hè? Maar je ziet het wel op de politieke agenda verschijnen. Maar de vraag is het op tijd? Heb je het idee dat... Want jullie hebben natuurlijk ook vorig jaar een plan met 54 punten gepresenteerd voor de overheid. Daar zijn er volgens mij iets van rond de 30 overgenomen. Maar is dat genoeg? Neemt de politiek al de juiste stappen in de richting? Of kan daar nog een schepje bovenop? Ja, er kunnen en moeten heel veel scheppen bovenop. Dat plan was om ons eigen vonnis te helpen halen. Ja. Dus dat was samen met 800 organisaties voor de echt ultrakorte termijn dit jaar. We liggen natuurlijk al 30 jaar op achter. Maar dat heeft niet zoveel zin om daarover te gaan zitten simmen. Wij zijn meer van, laten we dan doen wat er mogelijk is. Wat ik wel belangrijk vind om nog te zeggen is dat doorgaan met uitstoten tot 2050 is te lang. Wat je dan tot die tijd hebt uitgestoten is goed voor meer dan 2 graden opwarming. En dan zeggen we eigenlijk tegen de jonge generaties, ja jongens, dan moeten jullie het weer uit de lucht halen, want eigenlijk wil je terug naar 1,5. Ja. Nou, voor 1,5 graadje minder heb je ongeveer alle landbouwgronden van de wereld nodig. Die zou je vol moeten zetten met bomen en dan is het pas genoeg voor 0,5 graad vermindering. Dus dat is niet heel reëel. Is het wel realistisch om in 2030 al... Niet met een gewone polderaanpak. Ook niet meer met de transitieaanpak. Want die schijnt ook 2 generaties te duren. Dus met een crisisaanpak. En dat gevoel moeten we nu zo eindelijk eens gaan krijgen. Oh, maar we hebben een goede case nu, hè, met het coronabeleid. Dus, maar dan 10 jaar lang een crisisaanpak. Dat wordt nog wat voor mensen. Maar dat is wel het enige wat het nog binnen de bandbreedte kan houden die we eigenlijk moeten hebben. Want we koersen nog steeds af op 3-4 graden en je wil niet weten hoe dat eruit ziet. Maar dat vraagt toch wel een meer top-down benaderingswijze. Ja, het is nu en het gepolder en de voorzichtige nette transitieaanpak is ook niet meer goed genoeg. Crisisaanpak vereist ook gewoon leiderschap. Ja. En dat is wel wat we nu nodig hebben. Wat is jouw advies daarin? Olof doet heel veel in Den Haag, dus ik zou zeggen, laat ze gewoon een paar hele grote doelen stellen voor 2030. Ja. Dan gaan we gewoon alle cv-ketels eruit, alle niet-elektrische auto's eruit. Echt, je moet echt een hele grote... En als je dan weet van ik heb 10 jaar, dan hoef je dus niet bang te zijn, morgen moet mijn cv-ketel in de tuin en overmorgen mijn auto. Maar wel de komende 10 jaar. Ja. En die doelen moeten veel strakker zijn dan nu. En ik zou ook willen dat we gewoon net als in Engeland elk jaar opnieuw controleren, zitten we op het goede pad? Goed, en als we niet op het goede pad zitten, dan moeten we extra maatregelen nemen. Want nu hadden we in oktober een stand van zaken. Bleek dat we niet op het goede pad zaten. Kwamen er een paar moties vanuit de Kamer en die werden afgeraden en niet aangenomen. Nee. Ja, leuk dan zo'n klimaatwet, maar dat is gewoon echt een wassen neus als er niks mee wordt gedaan. Maar is het wel mogelijk in Nederland? Ja, natuurlijk. Als de Engelsen het kunnen, kunnen wij het toch ook? Oh ja? Okay. Ja, dat lijkt me wel. En wat is er voor nodig om, om de burger in de juiste mindset te krijgen, om hem mee te krijgen? En ik merk dat als ik zo kijk naar het coronabeleid, dat er nu wat weerstand is. En die weerstand, daar hebben jullie wel goede ervaringen mee. Dus daar leren we graag van natuurlijk. Hoe mobiliseer je die groep in de juiste richting? Hoe krijg je ze op tijd mee? Nou ja, die mensen moeten
zien dat het kan en ook dat het leven voor hun niet duurder wordt. En dan moet je ze gewoon helpen. Het moet heel laagdrempelig. Wij helpen mensen om hun huis energie-neutraal te maken. We zeggen gewoon, binnen een week heb jij een huis zonder aardgas en jouw kosten per maand gaan niet omhoog. Je zit maximaal 2 dagen zonder warm water, maar meestal is het maar een halve dag. En als je het zo makkelijk maakt, dan denken mensen, oh, waarom wordt er dan zo moeilijk over gedaan? Maar de journalisten, de kranten hebben de neiging om vooral alle dingen eruit te lichten die niet goed gaan. Ja, ja. Dus we gaan vooral alle voorbeelden geven die niet deugen, of hier is weer een wijk mislukt en daar is het weer duurder geworden. Maar als 90% nou wel goed gaat, laten we ons daar dan op focussen. Ja. En laten we beginnen met wie wil en niet met de 20% die niet wil. Laat die lekker liggen, die komen wel een keer. Begin met wie wel wil. Dus informeren en geruststellen eigenlijk. Ja, en aan de slag met de mensen die willen. Ja. Niet iets door de strot duwen. Als jij niet wil, blijf jij lekker in je gashuis veel te veel betalen. Joh, ik betaal niks. Ik krijg elke maand geld toe. Nou, als je dat van je buren steeds vaker hoort, dan denk je op een gegeven moment ook van shit, dat wil ik ook. Nou, doe dat. In plaats van te gaan lopen sleuren aan mensen die niet willen. Laat ze lekker. Ja, komt vanzelf. Goed. Dank je wel, Marjan. En we gaan nu even kort naar een filmpje kijken. Nu, als het goed is, in beeld komt. Fires are burning. The world's largest rainforest. Ice is melting far more quickly. 1 million plant and animal species are on the verge of extinction. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Oh. West Papua was recently declared a conservation province, and we are right there to help support the government, the people, and the communities. So here is Costa Rica's challenge, eliminating emissions by 2050, and that's complete decarbonization of our economy. There's a new force of nature at hand. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. Marjan noemde het er net al. Olaf van der Gaag heeft natuurlijk veel ervaring op het politieke vlak als lobbyist vanuit zijn organisatie. Hij is namelijk directeur van de NVDE, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Kun je schetsen hoe snel de duurzame energiesector zich ontwikkelt op dit moment? We zagen net een mooi filmpje. Hoe reëel is het? En hoe reëel is het om de 2030 te halen voor Marjan? Ja, 2030 is wel heel dichtbij, maar het gaat eindelijk geweldig in de duurzame energiewereld. Op het eerste moment dat men doorkreeg dat klimaatverandering een groot probleem was, hadden we nog 2 generaties de tijd om het probleem op te lossen. De eerste generatie hebben we verprutst. Ik ben het ook met Marjan eens. Het heeft geen zin om daar nog over na te mopperen. We hebben nog 1 generatie te gaan en daar gaat het mee gebeuren. En een van de redenen om zo hoopvol daarover te zijn is dat die energietransitie voor een heel groot deel op apparaten drijft. Op warmtepompen, op elektrische auto's, zonnepanelen, windmolens. En voor apparaten geldt een hele mooie wet. Namelijk hoe meer je er verkoopt, hoe goedkoper ze worden. Dat principe kent ook iedereen, hè? Van dvd-spelers of videorecorders van vroeger. Toen er eenmaal veel werden, werden ze goedkoop. Mm-hmm. En die energietransitie die draait voor een heel groot deel op apparaten. En die worden in een moordend tempo goedkoper. En dat is niet te stoppen. Dus dat is het hoopvolle deel van het verhaal. Door die trend gaan we ongeveer de helft van de energietransitie, nou ja, gratis in onze schoot geworpen krijgen. Dat gaat gewoon de wet van de markt voor ons doen. Mooi. Voor die andere helft moeten we echt ongelooflijk hard knokken. Want we gebruiken zoveel energie met z'n allen. En het punt is ook dat elke oplossing ook wel een nadeel heeft. Ja. En nu alles grootschalig gaat worden, wordt het goedkoper. Dan worden ook heel veel mensen enthousiast. Melden zich aan bij een energiecoöperatie. Gaan aan de slag met hun huis. Kopen een elektrische auto. Maar je gaat, omdat het nu grootschalig wordt, ook zien dat elke oplossing ook wel een uitdaging heeft. Of iets wat sommige mensen niet leuk vinden. Ja. Dus de weerstand groeit ook. De weerstand groeit ook. Maar als we even een stapje terug doen. Hè, want hoe komt het nou eigenlijk dat Nederland zo achterloopt in dit proces? Verbaas me over. Dit is toch een weldenkend land. Je zal toch denken dat mensen ook in staat zijn om zelf besluiten te nemen. Maar we staan onderaan de lijst ergens te bungelen. Ja.
Nou, ik denk in ieder geval dat een van de belangrijke verklaringen is dat moeder natuur ons op een zeer royale bel met aardgas heeft getrakteerd. Dus we hoefden alleen maar een pijp in de grond te slaan en de energie kwam gewoon gratis naar boven stromen. En dat heeft ook toe geleid dat heel veel industrie zich in Nederland gevestigd heeft, omdat die goedkope aardgasvoorziening heel welkom is. Ja. Liggen we ook nog eens aan de Noordzee, kun je ook nog goed koelen en goed transporteren. Dus Nederland is een prachtig land voor energie-intensieve industrie. Dus dat is denk ik één van de verklaringen. Mm-hmm. En veel mensen denken nu natuurlijk van oké, het is best een beetje druk in Nederland. Hè? We wonen met veel mensen op kleine grond. Dus in Nederland is het moeilijk. Maar diezelfde Noordzee, dat is ook een cadeautje van moeder natuur. Want wij hebben misschien wel de beste Noordzee, het beste zee ter wereld om windmolens neer te zetten. Hij is niet zo diep. Het waait er hard. We hebben een hele goede industrie die offshore windparken kan bouwen. Dus Nederland heeft ook een paar dingen waardoor het juist hier tot een succes kan worden. Ja. En dan komen we weer bij de weerstand. Want heel veel mensen hebben het over horizonvervuiling of not in my backyard. Wat zijn jullie acties en handelingen daarin om mensen zover te krijgen dit toch te omarmen als een nieuwe stap? Nou, in ieder geval onderdeels ook wel duidelijk maken hoeveel energie wij met z'n allen verbruiken. We hadden een enquête gedaan en naar mensen gevraagd hoeveel zonne-energie denk je dat er in Nederland is. En mensen zeiden gemiddeld 17%. Mm. In werkelijkheid is het 1%. Dus mensen kunnen moeilijk nog zich voorstellen hoeveel energie we nodig hebben. En mensen denken dus ook dat ze de helft van de oplossingen kunnen afwijzen. Maar die energietransitie is in mijn ogen een snoepwinkel. Ik vind zo ongeveer alles mooie wat erin staat. Dat is mijn beroepsdeformatie. Ja. Maar je kunt niet één of twee snoepjes uit die winkel kiezen die jij lekker vindt en de rest afwijzen. Je zult echt die hele snoepwinkel naar binnen moeten werken. Ja. En dat is wat veel mensen denk ik nu door gaan krijgen. Je moet en warmtepompen en windmolens en zonnepanelen en geothermie en elektrische auto's. En dan nog 15 dingen. Ik zal niet onze hele catalogus voorlezen. Mm-hmm. Maar is dat niet wat te veel voor de consument om nu al in mee te gaan? Ja. Nou ja, dat is ook een brug te maken naar het prachtige boek dat Joop heeft geschreven. Dat vind ik zo mooi. Daar komt het realisme bij elkaar van de ernst van klimaatverandering. Mm-hmm. Maar ook het realisme van al die dingen die je tegelijkertijd moet doen. En wat ik ook heel mooi vind in het boek, is dat hij ook heel duidelijk laat zien dat je daar het bedrijfsleven en ook de politiek voor nodig hebt. Ja, kan jij iets dieper ingaan op die 1,5 graad die Marianne net noemde? Want zij zegt, we moeten voor 2030 al dat bereikt hebben, want anders heeft het totaal geen zin meer. In hoeverre ben je het met haar eens? Of in hoeverre heb je het idee dat we daar toch op een andere manier naar kunnen kijken? Wat is jouw opinie? Ja, mijn normale tekst is dat het sneller kan dan we denken. Ja. Maar in deze bijzondere situatie zeg ik 2030 is echt wel heel snel. En dat heeft er ook mee te maken dat bijvoorbeeld in Nederland een project voor elkaar krijgen. Dat duurt zo 10 jaar. Dat is laatst het grootste windpark op land geopend, Wieringermeer. Dat heeft 13 jaar geduurd om dat voor elkaar te krijgen. Ja, doordat er eindeloze procedures zijn. Maar in een crisisaanpak zou dat dus niet zo zijn. Als we zouden zeggen, het moet er over 10 jaar staan. Weg met heel veel gedoe wat we normaal doen. En we gaan het anders doen. Ik ben het met jou eens. Normaal gaat dat nooit lukken. Nee. Maar dat is wat een crisisaanpak anders maakt. Zeker. Als je gewoon beelden geeft aan mensen. Want dit is waar we op afkoersen. Dit gaan onze kinderen de tweede helft van deze eeuw meemaken. Ja, je moet het laten zien. Want die getallen en praatjes, dat doet echt niks. Maar beelden volgens mij wel. Wat vind je van dit crisisbeeld wat Marianne nu schetst? Nou ja, ik ben het daarmee eens, maar dan zullen ook onze vele lieve groene vrienden moeten accepteren dat er allerlei procedures echt radicaal ingekort worden. Dus het is 2 of 3 jaar bouwen zo'n windpark, kan misschien nog een beetje sneller, maar het is 10 jaar kletsen dus en formulieren invullen. Maar dat doen we wel. In borst zit ons in de weg. Ja, die regels die voor inspraak, die zijn er niet voor niks. Die zijn ook om mensen zeggenschap te geven over wat er in hun leefomgeving gebeurt. En ook om bijvoorbeeld te zorgen dat er oog is voor wat doet het met de vogeltrek in de buurt van dat windpark. Ja. Dus ja, ben je nou echt bereid als samenleving om al die dingen overboord te kieperen? Maar de helft van alle soorten gaan uitsterven deze eeuw als we klimaatverandering niet weten te stoppen. Leuk dat mensen het goed vinden voor vogels, maar we zijn de helft kwijt aan het einde van deze eeuw als we gewoon in dit tempo doorgaan. Dat dus is dan kom je weer met die informering. Als je dat niet ziet, dan ga je over minuscule dingen lopen miepen, terwijl het grote beeld. Ik denk dat je als je over 50 of 80 jaar terugkijkt, stel dat je zo oud zou worden, dat je denkt, shit, hadden we toen in 2020 maar het roer omgegooid. Hadden we maar net nu als met corona gewoon dat studenten gaan machines bouwen, mensen bouwen, maken
mondkapjes die dat nog nooit hebben gedaan. Gewoon dat iedereen creatief wordt. Hoe gaan we dit samen oplossen? Ja, en je dan levert moet je uit dus wel wat voor inzicht, ja, Olof. Nee. Eigenlijk niet natuurlijk, hè, als je vergelijkt met wat er gebeurt. Dus van de klimaat niet, maar het democratische beeld. Een wereld waar 2 miljard mensen gewoon op drift gaan, is ook geen democratische wereld meer. Nee, daar heerst het recht van de sterkste. Ja. Maar ik ben inderdaad heel actief ook in politiek Den Haag. Hè. Ik heb ook heel veel tijd aan het klimaatakkoord, het energieakkoord besteed. En dat is ook hoe in Nederland tot nu toe altijd maatschappelijke verandering tot stand komt. Dus ik ben heel erg voor die urgentie en ook die actieagenda uitdragen. Ja. Ik vind ook dat klimaat voor heel veel andere belangen mag gaan. Het mag soms voor de winstgevendheid van bedrijven gaan. Dat mag soms ook voor de koopkracht gaan van mensen die het zich kunnen permitteren. Mm-hmm. We moeten daar gewoon ruimte voor maken. Dus dat is wat ik allemaal ook vind. Alleen er zijn ook heel veel mensen in Nederland die iets anders vinden. Ja, want ik voel hier ook een klein beetje een verschil in benadering van het klimaatprobleem. Eén wil het opbouwen vanuit, even heel extreem gesteld, opbouwen vanuit vanuit de democratie, dus echt vanuit de gezamenlijkheid. Dat wil ik ook wel, maar dan haal je het maar niet. Maar dan haal je het niet. En jouw stelling is inderdaad, dan haal je het niet. En het kost maar een paar procent van het BNP per jaar. Ja. Het is helemaal niet iets extreems. Nee. Het is heel goed te doen. Maar je moet wel gewoon in elke vezel voelen, shit, dit moeten wij nu doen. Dit is een crisis. Ja. Dat roept Greta en al die jongeren niet voor niks. Dat is niet voor de lol. Het is een crisis. Alleen de meeste mensen voelen charge. Het niet. Ja. En de meeste mensen aan de macht voelen dat niet. Die denken, die kinderen die een beetje overdreven, bla, bla, bla. En over 50 jaar leven zij helaas niet meer. Maar anders hadden ze dan een spiegel voorgehouden van, jij had gewoon harder aan de bak gemoeten. Ja, ja. Nou, mooi. Leuk dat we dat zo extreem tegen elkaar hebben kunnen stellen ook. En wel uiteindelijk met hetzelfde doel. Mag ik misschien nog één ding ook over die politieke kant zeggen? Zeker, graag. Wat volgens mij heel erg helpt om te voorkomen dat dat een te grote tegenstelling wordt, is als de nieuwe regering ervoor zorgt dat gewoon consequent als hoofdprincipe geldt, de duurzame keuze is altijd goedkoper dan de niet duurzame keuze. Want dan ga je zorgen dat bedrijven en consumenten in hun portemonnee worden beloond als ze het goede doen en de pijn voelen als ze niet het goede doen. En als je nou één zo'n principe heel helder vastlegt, dan hebben we daar ook veel meer aan dan als we allerlei doelstellingen over percentages en zo afspreken. Ja, je hebt echt een harde ingreep in de markt nodig. En dat kost ons echt de kop niet. Dat kunnen we prima als land dragen. Ja, en dan wordt het ook begrijpelijk. Dan snapt iedereen het. Dan snapt iedereen het. Ja, dankjewel, Olof. We gaan nog even kort kijken naar een filmpje. En daarna spreken we met onze laatste tafelgast, Jaap Tielbeke. Jaap kan heel erg inspringen op het stuk waarin we nu geëindigd zijn. Namelijk hoe de burger eigenlijk niet de hoofdverantwoordelijkheid heeft in het gehele proces, maar de politiek daar ook wat stappen in dient te zetten. Maar allereerst nog een kort filmpje. Ja, heel sprekend ook dat iedereen daar met zijn mobiele telefoon staat. Waar alle grondstoffen natuurlijk ook van opraken momenteel. Ik kom bij Jaap uit. Jaap Tielbeke werkt sinds 2015 bij de Groene Amsterdammer. En daarvoor studeerde hij internationale betrekkingen in Groningen en filosofie in Antwerpen en Nijmegen. En voor de Groene schrijft hij vooral over klimaatverandering, sociale bewegingen en democratische vernieuwing. En vorig jaar publiceerde hij in zijn boek Een Beter Milieu Begint Niet Bij Jezelf.
Jaap, hi. Mag ik je allereerst vragen om te reageren op de publicatie van Joop? Je hebt hem ongetwijfeld gelezen. Zeker. Wat vind jij daar nou van? Want hierin wordt toch wel redelijk wat, worden redelijk wat handvatten aangeboden voor de burger zelf om ook te handelen. Mm. En in jouw publicatie claim je nou juist dat dat niet bij jezelf begint. Ja, ik denk als je de twee titels tegenover elkaar zet, dat je op eerste gezicht zou denken dat ze echt haaks op elkaar staan. Dat valt denk ik toch wel mee. Ik bedoel, Joop heeft echt een ontzettend inspirerende, fijne gids geschreven, waarin hij het probleem ook glashelder uitlegt. Dat deed hij net trouwens ook tijdens de presentatie. Ja. En waarin hij ook gewoon goed uitlegt wie op welk vlak wat kan bijdragen. Ik had daar denk ik zelf andere nuances in aangebracht. Maar wat wel boeiend is ook om te zien, ik kreeg een tijdje terug een boekje in handen geschoven van een oud Volkskrant-journalist die 15 jaar geleden denk ik, het boek Stop de broeikas schreef. En dat zegt ook wel heel veel over hoe lang we hier al op deze manier mee bezig zijn, maar ook welke verschuiving er heeft plaatsgevonden. Want dat was echt specifiek en alleen op consumentenacties gericht. En je ziet bij Joop's boek ook dat het niet enkel de consument is, mm-hmm. maar ook heel nadrukkelijk wijst naar de politiek, de overheid en het bedrijfsleven. En wat ik een mooie zin vond in zijn boek is dat hij zegt, ja, we moeten niet alleen denken als consument, maar vooral ook als burger. En als ik dan een punt van kritiek, of in ieder geval iets wat ik zelf anders had gedaan in zo'n boek, was dat ik daar nog wel iets meer over had willen lezen. Dus hij had net een prachtige opsomming van dingen die jij kan doen. Als ik zo'n opsomming zou maken, zou ik beginnen met, ga de straat op, sluit je aan bij een bepaalde beweging. Stemmen, nou, dat zei Joop net ook al, wordt politiek actief. Want ik denk echt, als we zo'n enorme, we zijn het er volgens mij allemaal over eens dat we enorme veranderingen nodig hebben op allerlei vlakken, echt een systeemverandering. En Marjan pleit zelfs voor een crisisaanpak. Nou, als je dat moet doen, dan heb je centrale aansturing nodig. Dan heb je politiek ingrijpen nodig. En om nog even op mijn titel terug te komen, dat is een knipoog naar die Postbus 51-campagne, ja, waarbij het een beetje, laten we eerlijk zijn, een beetje groen geneuzel was van recycle en doe je licht uit als je van huis gaat, dan komt het wel goed. Maar de overheid is daar wel heel lang op blijven hangen, heb ik het idee. Dat denk ik ook. Ik denk dus dat ook echt dat ook heeft gezorgd voor afleiding. En het is ook een bewuste afleidingsstrategie geweest door de vervuilende industrie, die zei, voordat je naar ons begint te wijzen, kijk eerst eens in de spiegel hoe groot je eigen ecologische voetafdruk is. Het is ook heel comfortabel voor hen om zich daarachter te verschuilen. En vind je dat ze daarin ook echt een misstap hebben gemaakt? Is dat, als je zo terugkijkt, is dat iets wat ze aan te rekenen valt? Nou ja, het is een bewuste strategie geweest. Vanuit die bedrijven, een bedrijf als BP, wat jaarlijks miljarden investeert in nieuwe fossiele brandstoffen, die hebben heel bewust ervoor gekozen om dat idee van een persoonlijke ecologische voetafdruk te promoten. Met als doel van, ja, leg die verantwoordelijkheid nou bij de consument. En natuurlijk, hè, ik denk dat iedereen daar een taak in heeft. Ik denk dat als we deze transitie waar we het nu over hebben, die raakt ook aan al onze levens. Maar ik denk dat we ons niet moeten laten misleiden door de stelling dat we allemaal evenveel verantwoordelijkheid hebben. Er zijn partijen die meer macht hebben, die ook meer hebben bijgedragen aan de veroorzaking van het probleem, en die ook meer mogelijkheden hebben om dat probleem op te lossen. En ik denk dat we onze pijlen daar veel meer op kunnen en moeten richten. Ja, en als ik dan kijk naar, want we willen natuurlijk dat er goed gestemd wordt straks. In die zin gericht op partijen die dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus de wat groenere partijen. Hoe is de burger dan, zoals je hem nu neerzet in plaats van de consument, daar bewuster op aan te spreken? Wat moeten zij doen om actief in te zetten op dat nieuwe kabinet? Ja, kijk, ik bedoel, ik hoop heel erg dat dit alsnog echt verkiezingen worden waarin het klimaat centraal staat. Maar dat is natuurlijk ook niet iets, dat is ook iets wat je zelf kan proberen te bewerkstelligen door, zoals jullie hier doen, debatten te organiseren, door, zoals ik doe, erover te schrijven. Als mensen aan mij vragen, wat doe jij nou voor het klimaat? Mm-hmm. Dan zal ik niet antwoorden van, goh, ja, ik ben gestopt met vlees eten of ik vlieg minder. Ik denk dat mijn belangrijkste bijdrage is ook om zo'n boek te schrijven. Om op die manier ook te helpen om echt die urgentie te laten landen.
En om mensen op een andere manier naar dit probleem te laten kijken. En ik heb geen, zoals Joop dat wel heeft gedaan, geen lijst met tips. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken op welke manier die mm-hmm. het best als burger in actie kan komen. Dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld door een energiecorporatie te beginnen of om daarin actief te worden. En niet alleen door te stemmen eens in de zoveel jaar, maar ook je misschien binnen een politieke partij te bemoeien met het programma, te zorgen dat het klimaat bij al die partijen ook op de agenda komt. Want we zullen meerdere partijen nodig hebben. Ja. Dus waarom staat het eigenlijk niet op de agenda bij alle partijen? Oh, inmiddels staat het wel, hoor. Ik denk wel dat het, maar ik denk dat daar nog wel zeker een tandje bij komt. Want ik heb me erover verbaasd als je naar 2017, de vorige Tweede Kamerverkiezingen keek. Eigenlijk in de aanloop naar de campagne was het nauwelijks echt het belangrijkste verkiezingsthema. En toen was daar ineens het zelfverklaarde groenste kabinet ooit. En ze wilden heel veel megatonnen CO2 proberen te reduceren. Maar ja, toen ze dat regeerakkoord hadden geschreven, moesten ze eigenlijk nog bedenken hoe. En dan werd het Nederlandse poldermodel natuurlijk van tafel gehaald. Moest iedereen met elkaar om de tafel. Nu komen we stukje bij beetje op gang. Maar ik ben het op dat vlak wel met Marjan eens. Dat we met die polderhouding het niet gaan redden. We zullen dus echt steviger. Wat vind je van haar crisisconcept? Ja, ik vind dat een hele prikkelende gedachte. En kijk, crisis vind ik ook wel weer een moeilijke term, omdat het suggereert dat het een moment is waarna het dan weer, weet je, of het gaat allemaal mis of het wordt allemaal opgelost. Ja, ja. En met het klimaat, ja, dat is iets waar we de komende decennia gewoon mee te maken dus gaan hebben, die klimaatontwrichting. Parallel te trekken met corona. Het is wel degelijk. Het is wel degelijk heel urgent om in de komende 10 jaar alles op alles te zetten om die klimaatverandering te stoppen of af te remmen. Maar om nog even aan te haken bij die discussie van ja, hoe organiseer je dat politiek binnen een democratie? Ja. Wat mij altijd opvalt, en dat zag je ook aan die klimaattafels, is dat je Nederlandse politici zich heel graag verschuilen achter het woordje draagvlak. En dat gebruiken ze vaak om dan maar te zeggen, ja, we kunnen niet te hard van stapel lopen. Want dan krijgen we straks, net als in Frankrijk, de gele hesjes. We moeten ook rekening houden met de mensen voor wie het klimaat niet prioriteit nummer 1 is. Hè. De mensen, zoals dat nu dan heet, die zich meer zorgen maken om het eind van de maand dan over het eind van de wereld. En in principe ben ik het met dat laatste deel helemaal eens. Alleen dat is nog geen reden om dan maar te zeggen, nou, dan doen we het maar even rustig aan met z'n allen. Want hoe langer je wacht, hoe radicalere maatregelen je straks moet nemen. Mm-hmm. En dat zie je ook wereldwijd. Ook de minder bedeelde burgers, die worden vaak het hardst geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Dus het wordt te vaak gezien als iets waar politici zich achter kunnen verschuilen, in plaats van iets dat ze actief kunnen creëren. Als je zorgt dat de kosten voor die transitie eerlijk verdeeld worden, dan zul je uiteindelijk minder weerstand ondervinden. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, en denk je dan ook dat het een afgevlaktere advies wordt op het moment dat ze te veel inzetten op dat draagvlakstuk? Nou, het gaat volgens mij meer om wie de touwtjes in handen neemt. En daarom vind ik bijvoorbeeld zoiets als de Green Deal, waar Joop ook aan werkt, heel inspirerend. Er valt nog genoeg op af te dingen vanuit de Europese Unie. Maar het achterliggende gedachte is wel, kijk, dit is een taak voor de overheid of de Europese Commissie in dit geval, de Europese Unie. En het is een holistisch vraagstuk. Dus het gaat niet alleen over energie, het gaat niet alleen over mobiliteit. Maar het gaat ook over hoe we wonen, ook over sociaal-economische vraagstukken, over rechtvaardigheid. En daar zie je dat zo'n Europese Commissie echt heeft gezegd van, nou, dit is ons man op de maan moment. Hier gaan wij de komende jaren echt vol werk van maken. En dat is iets wat me wel echt hoopvol stemt. Als je op dat niveau de boel in beweging kan brengen, dan kan het de goede kant op gaan. En wat daar interessant aan is, is dat ook die eurocommissarissen hebben gezegd van ja, misschien of waarschijnlijk hadden wij niet zulke ambitieuze doelen kunnen en durven stellen als die massale protesten er niet waren geweest. Die klimaatmarsen, die scholieren die de straat op gingen. Dus dat laat ook zien hoe belangrijk het is
om als burger in actie te komen en hoeveel invloed we uit kunnen oefenen. Ja, en dat heeft hun uiteindelijk het draagvlak geboden wat ze nodig hadden om... Dat denk ik wel. Ik denk dat dat enorm geholpen heeft. Ja, mooi. Dankjewel, Jaap. Het is nu het moment om ons gesprek even open te gooien richting het publiek in de hoop dat daar wat... eigenlijk ideeën naar voren zijn gekomen of vraagstukken. En ik zit even te kijken naar de redactie. Ik zie hier een lijst met... Zijn jullie bekend met het missiegeoriënteerd innovatiebeleid? Zo ja, wat is jullie kijk hierop met betrekking tot de duurzame energietransitie? Dus de vraag vanuit het publiek is... Zijn jullie bekend met het missiegeoriënteerd innovatiebeleid... Zo ja, wat is jullie kijk hierop met betrekking tot de duurzame energietransitie? Wellicht is het een goed idee om ook even kort toe te lichten voor degene die dat wil doen. Misschien kan ik Olof het woord geven. Wat hier specifiek bedoelt met het missiegeoriënteerd innovatiebeleid? Ik kan me voorstellen dat jij daar specifiek veel ervaring mee hebt. Ik kan daar zeker proberen iets zinnigs over te zeggen. Nederland heeft al heel vaak innovatiebeleid gevoerd. Het idee van dat koppelen aan een missie is dat je niet een beetje in het wilde weg gaat lopen innoveren omdat je economie daar sterker van wordt, maar dat je bedenkt wat zijn nou de allergrootste uitdagingen in de maatschappij en daar probeer je je innovatiebeleid op te richten. En wat zo leuk is van die innovatietypes vind ik altijd... als die een probleem zien, dan zeggen ze altijd... dat is geen probleem, dat is een innovatieuitdaging. Dus bijvoorbeeld iedereen weet dat de zon en de wind het niet altijd doen. Ze komen gratis uit de lucht, alleen niet altijd wanneer het jou uitkomt. Mensen in die missiegedreven innovatieprogramma's... die kijken daarnaar als een innovatieuitdaging. Wat kun je dan doen om toch te zorgen dat het licht of je laptop... voor je Zoom-sessie het altijd doet, ook als de zon en de wind het niet doen. Dus dat is de crux van dat missiegedreven innovatiebeleid. En die komen dan met oplossingen waarbij je bijvoorbeeld zonnecellen integreert in een gebouw. Zodat als de zon over het gebouw heen gaat, je de hele dag door zonne-energie blijft opwekken. En dat je het ook kunt opslaan, zodat je het de volgende dag weer efficiënt kunt gebruiken. En dat is natuurlijk allemaal superleuk en nuttig en nodig. Het enige is dat ik ook heel veel mensen tegenkom die denken... we moeten eerst nog 10 jaar innovatie doen en dan pas kunnen we aan die transitie. Oh, dus dat je moet eigenlijk eerder MVP's op de markt gooien. Het is gewoon en. We hebben nu al zon, wind, aardwarmte, we hebben alles. We hebben ook al batterijen en we kunnen al veel meer dan we nu doen. Ja. Het is ook implementeren. En dan in de tussentijd mogen die missiegedreven innovatietypes... zorgen dat het nog beter, nog sneller, nog goedkoper kan. Maar we moeten niet op onze rug gaan liggen totdat er iets is uitgevonden. Nee. Want dat hoeft helemaal niet. Hoe kan je die samenwerking wat directer maken? Nou, volgens mij is daar op zich heel veel samenwerking hoor. Ik denk dat voor die innovatieprogramma's misschien 100 miljoen per jaar is en voor de grootschalige uitrol 3 miljard per jaar. Dus aan dat laatste besteden we veel meer. Maar de uitdaging in Nederlands innovatiebeleid is vaak dat als het eenmaal uit de garage komt als innovatie, moet het schaal gaan krijgen. Ja. Dus je moet een verbinding krijgen tussen die innovaties en de opschaling. Dus als je helemaal een vondst hebt, dan moet je niet als Willy Wortel daar nog jarenlang in je garage aan blijven doorpielen. Dan moet je het de markt op knallen en zorgen dat het groot wordt. Daar is Nederland ook het slechtste in. Nederland is heel goed in, strikker om feestje en dan mag weer een staatssecretaris of een minister leuk doen. Maar het gaat juist om het vervelende opschalen. Gewoon al die huizen van het gas af. Iedereen andere vormen van vervoer. En dat is ook deelvervoer, et cetera. En dat gewoon daar mensen voor vrijmaken die dat massaal doen. Ja, en mensen willen liever achter zo'n innovatie aanhoren. Ja. Maar dat vereist innovators met lef, lijkt mij. Nee, maar het vereist geen innovators, want dat zijn andere beestjes. Het vereist gewoon mensen die willen opschalen... en die het niet vervelend vinden om alles 10.000 keer te doen. Ja. Want de Nederlanders willen veel liever steeds naar een nieuwe. Zie je ook in die tegenlichtuitzending. Iedereen weer achter een innovatie aanholen. Oh, heb je dat gezien? Ik zeg, ja, heb ik gezien. Is super inefficiënt. Weet je wel, er zijn nu dingen die zijn wel al efficiënt en goed opschalen met die hap. En niet steeds van het ene naar het andere hollen en vergeten om op te schalen. Ja. Dat is ons grootste probleem, vind ik. Wat jammer, inderdaad. Heb jij er ervaring mee, Jaap? Korte antwoord is nee. Nee. Ik denk dat ik hier niks aan toe kan voegen. Nee, oké. Okay. Nee. Ik zal eens even kijken of wij nog een andere vraag hebben. Ja, daar komt er eentje binnen. Wat is beter voor het klimaat? Stoppen met vliegen of vegetariër worden? Het lijkt me duidelijk. Eentje uit het publiek. Wil jij een antwoord op geven? Dat lijkt me heel simpel, toch, voor iedereen? Doe vegetariër worden is goed en niet vliegen is ook goed. Dus het is allebei heel goed. Alles, als je het allebei doet, dan ben je echt goed bezig. Ja. En maar welke heeft de meeste impact?
Dat hangt vanaf hoe vaak je vliegt. Dus dan zou je eigenlijk de rekensom van Joop even moeten toepassen. Maar het maakt heel veel verschil als je vegetarisch... en al helemaal veel verschil als je veganistisch eet. Dat maakt echt heel veel uit. En ik denk dat wij allemaal niet heel veel vliegen. Maar je hebt gewoon mensen die elke week meermaals in het vliegtuig zitten. Ja. En ik vond eigenlijk dat we net ook wel op een hele leuke discussie terechtkwamen. Maar dat was dan meer rondom de overheid. En die vraag die komt er nu ook wel weer tussendoor. Wie moet nu het voortouw nemen? Misschien kan ik even aanhaken ook nog op die laatste vraag. Sure, met deze tuurlijk, direct meegenomen. Want als het gaat over vliegen of vlees eten... dan wordt inderdaad heel vaak mensen aangespoord om... niet te vliegen of om zich te schamen als ze zich vliegen. Het woord vliegschaamte is enorm in opmars de laatste jaren. En natuurlijk, ik bedoel, Joop laat het overtuigend zien... en ik denk iedereen die met klimaat bezighoudt weet hoe vervuilend het is. Dus we kunnen er niet omheen dat we met z'n allen minder zullen moeten vliegen. Alleen, de vraag is wel, wat is de meest efficiënte route daar naartoe? Hoe gaan we daar komen? Gaat dat door elkaar vliegschaamte aan te praten? Of moeten we kijken naar... de overheden, dit kabinet, die en politiek wereldwijd... die vliegen op allerlei manieren nog volop subsidieert. Ja. Hier in Nederland die nieuwe luchthavens wil uitbreiden... of nieuwe luchthavens wil openen... en Schiphol eigenlijk constant wil blijven uitbreiden... die met greenwash-campagnes komen over duurzaam vliegen. Kijk, volgens mij zijn zij degene die zich moeten schamen. En minder vliegen is goed. Maar ik zou dat wel echt gecombineerd willen laten gaan... met die druk uitoefenen... Nou, helemaal eens. Dat maar maak het dan ook heel duur. Hè? Dat het gewoon €1000 om naar Spanje te vliegen. Mm-hmm. Nu gaan al die tieners zeggen van... ja, mam, een kaartje naar Parijs met de trein is gewoon duurder... dan met het vliegtuig naar, weet ik veel, Marbella. Ja. Dus maak het heel duur. En zorg voor goede alternatieven, Europees treinnetwerk. Ja, dat sowieso. In Europa moet je eigenlijk niet meer mogen vliegen. Nee. Maar misschien moet je wel uiteindelijk, omdat het volgens mij een crisis is... naar een budget. Dat je gewoon een paar tickets of een aantal kilometers... per 5 jaar mag vliegen. En als jij nooit vliegt, kan je het verkopen aan iemand... die wat vaker wil vliegen, maar gewoon echt inperken. En duur maken. Daar heeft de politiek natuurlijk ook goede voorbeelden van. Het Europese emissiehandelsstelsel, dat geeft een budget aan de Europese industrie en ook aan de energiebedrijven. Ja. En dat plafond dat gaat elk jaar omlaag. En dat kun je gewoon omlaag duwen. En dan heb je geen uitstootrechten meer. Ja. In principe kun je dat ook voor de luchtvaartsector doen. Maar dan graag sneller dan het ETS. En je kunt altijd twisten over de snelheid. Prijs. En ik ben het ook mee eens dat het sneller moet. Maar je kunt ook voor de luchtvaart zeggen. Je krijgt gewoon als sector, als geheel, dit plafond, dat duwen we omlaag. Als jij weet te innoveren waardoor het schoon kan, prachtig. Ja. Als het niet schoon kan, dan kan het niet. Nee, maar je had het net ook even over het treinennetwerk. Dan moet er wel iets alternatiefs zijn natuurlijk. Waar mensen gewoon... maar dat treinennetwerk schijnt ook nog niet goed op elkaar aangesloten te zijn. Dus alle sporen verschillen. Je moet weer overstappen. Ja. Dus daar kan echt wel slag geslagen worden. Zeker ook nog steeds op Europees niveau. Ja, dus dat wordt nu wel aan gewerkt. Ja, je kan al gewerkt. Heel snel naar Parijs en naar Londen. Ja, allemaal... En ja, ik hoop dat ik niet als een grijze plaat begin te klinken... maar dat is allemaal het gevolg ook van politieke keuzes... dat we nu moeilijk met de trein... Er zijn gewoon nachttreinen die vroeger nog wel gingen zijn afgeschaft... omdat er volop werd geïnvesteerd in luchtvaart of in asfalt. En dat kunnen we dus ook weer anders inrichten... maar daar hebben we beleid voor nodig. Ja. En als we dan zo richting de Tweede Kamerverkiezingen gaan kijken, wat is jullie advies dan? Mag ook richting burger, maar mag ook richting politiek? Nou, ik ga geen stemadvies geven, behalve dan dat ik hoop dat iedereen goed kijkt naar de klimaatparagrafen van de verschillende partijen. Mm-hmm. En goed kijkt met Joop's boek er misschien naast welke partijen nou zinvolle en goede oplossingen bieden. Maar ook welke partijen het serieus nemen. En ik denk ook dat we niet alleen de groene partijen nodig hebben. Om die enorme omwenteling te maken die nodig is. Yeah. Zullen we moeten zorgen dat ook bij de... Ja, brede middenpartij, om het maar zo te zeggen, die klimaat van oudsher niet voor bovenaan de agenda hebben staan, dat daar ook de omslag begint te komen. Maar jij noemde er net ook kort even iets over dat engagement. En dat vond ik ook wel interessant. Toen dacht ik, het is eigenlijk helemaal niet meer zo trendy om lid te worden van een politieke partij. Wat moeten burgers daarin doen? Ja, dat is een goede mogelijkheid om lid te worden van een politieke partij en op allerlei manieren mee te praten met de invulling van
partijprogramma's. Omdat er zo weinig mensen lid zijn, kom je ook heel snel bovendrijven. Dus als je wat verschil wil maken, moet je gewoon je snel aansluiten. Dit is je kans. Ja. Ja. Maar daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon een stemmer en hoef je nergens lid voor te zijn. En volgens mij is het gewoon wel een heel groot probleem. Als je te veel dat klimaatprobleem in een soort links-rechts tegenstelling probeert op te lossen, dan kom je er gewoon echt niet. Nee. Er is niet een linkse meerderheid Denk of zo. Ook niet. Dus je moet zorgen dat het een verbindend onderwerp is. Want linkse mensen en rechtse mensen, die krijgen het precies even warm als het 40 graden is. Ja, ja, dus we moeten echt zorgen dat ook die mensen bijvoorbeeld binnen CDA en VVD, die enorm gemotiveerd zijn om het klimaatprobleem op te lossen, vol de wind in de zeilen krijgen. En die mensen die zijn daar tegenwoordig gelukkig. Ja. Dat is echt radicaal veranderd. Ik ben heel optimistisch over hoe mainstream politiek klimaatverandering en duurzame energie serieus is gaan nemen de afgelopen 5 jaar. Nou, het staat ook in de top 3 van mensen. Hè? Precies. Dat zien al die politieke partijen, want die kijken continu naar dat soort lijstjes. Dus daarom staat het nu bij iedereen hoog op de agenda. Ja. En misschien nog even de aanvulling dat politiek ook niet alleen in de parlementen plaatsvindt. Ik denk dat de klimaatspijbelaars veel meer politieke invloed hebben gehad de afgelopen jaren dan menig backbencher in de Tweede Kamer, om het maar even zo te zeggen. Volgens mij is het leuke van de jongeren dat die ook niet in een klassiek links-rechts tegenstelling waren. Het was gewoon de toekomst die daar op straat liep. Het zijn gewoon onze kinderen of onze buurmeisjes. En als je de jongeren even als voorbeeld neemt, wat zijn dan voor jou de 2 belangrijkste punten die het nieuwe kabinet moet meenemen rondom het nieuwe klimaat? Nou, eigenlijk mijn hoofdprincipe heb ik net al even kort gezegd. Hè. Dat is dat we niet in doelen moeten denken, maar in daden. En de belangrijkste daad die je kunt doen als politiek is consequent zorgen dat duurzaam goedkoper is dan niet duurzaam. Ja. Zo simpel is het. En de jongeren zelf willen heel graag dat er een burgerberaad komt. Mm-hmm. Dus dat we meepraten over bijvoorbeeld klimaat. Mm-hmm. En dat die klimaatwet tanden krijgt. Dat er gewoon elk jaar wordt gekeken van zitten we op koers en zitten we niet op koers. Dat er meer bij komt. En wat is er voor nodig om dat te realiseren? Nou, die wet moet een beetje aangepast worden. Want daar hebben ze alle dingen die tanden hadden, hebben ze eruit getrokken. Dus de Engelse wet is veel beter. Dus als je die kopieert, ben je al heel eind. Marjan, mooi. Mag ik je wat vragen? Ja. Heb ik nog tijd om vragen te stellen? We zijn rond. Dus vind je het goed als ik je hou? Dank je wel voor deze laatste woorden. We moeten de tanden eruit trekken. Ja, ze tanden geven. Waar ik wel graag van heb dat jullie je tanden erin zetten, is deze nieuwe publicatie uiteraard van Joop Hazenberg. En het belangrijkste is wat ik daarover wil melden, is dat boekhandel Scheltema op dit moment de online verkoop voorbereid. En de link kunnen jullie vinden op de pagina van dit evenement op de site van De Zwijger. Maar ik wil natuurlijk jullie niet verlaten zonder nog even het laatste woord te geven aan Joop Hazenberg. Joop, wat vond je ervan? Ja, dankjewel voor en dank jullie wel, panelleden. Het is heel bijzonder om een jaar lang met een boek bezig te zijn, dat helemaal in je hoofd zit en dat dan alles op te schrijven en dan ineens is het uit en dan ontspint zich nog een heel gesprek daarover met mensen die ook heel veel van dit onderwerp afweten. Dus dat is heel mooi om te zien. En ook omdat die discussie gelijk zo vloeiend loopt. Dat geeft voor mij aan dat er een urgentie is, maar dat er ook de oplossingen daadwerkelijk kunnen worden besproken. En dat er niet alleen een beetje omhoog kijken van, oh, wat gaan we doen? Maar dat er echt duidelijk is van, nee, we kunnen deze en deze en deze de richting op. Dus ik hoop heel erg dat de gesprekken die we nu hebben, dat naar aanleiding van mijn boek en naar aanleiding van wat jullie doen, dat we dit de komende tijd veel vaker gaan doen. Zowel voor de verkiezingen als daarna. Dus heel blij met jullie komst en jullie bijdrage. Dankjewel Joop. En ook dankjewel voor jouw bijdrage in de publicatie. Maar jullie ook als kijkers, dank jullie wel voor het bijwonen van deze boekpresentatie. Ik laat hem nog 1 keer zien. Zo redden we de wereld. Thank you.